Hallo, ik ben dokter apotheker Vergoten Geert. En vandaag zal ik het hebben over de gezondheidsbevorderende effecten van vitamine D. Vitamine D is een in vet oplosbare vitamine en heeft verschillende gezondheidsbevorderende eigenschappen. We kunnen vitamine D innemen via de voeding. Denken we maar aan vette vis, boter, room, kaas, lever, eigeel. Maar de inname van vitamine D via voeding is beperkt. De belangrijkste natuurlijke bron van vitamine D is de zon. Maar dan moeten we wel elke dag 15 minuutjes tot een half uur in de buitenlucht vertoeven met onbedekt hoofd en handen. Heb je een donker huidtype, dan moet dat zelfs langer, want mensen met een donker huidtype maken minder vitamine D aan via de huid. Het is een misverstand om te denken dat een prachtige zomer zal zorgen voor een voldoende voorraad aan vitamine D waarmee we het ganse jaar aan de slag kunnen gaan. We weten allemaal dat om veilig te kunnen genieten van de zon, we ons moeten beschermen tegen de schadelijke invloeden van zonnestralen. Dit doen we met een zonnebeschermingsproduct en van deze middeltjes is bekend dat ze de aanmaak van vitamine D door de huid kunnen verstoren. Daarom is het belangrijk om elke dag vanaf oktober tot en met maart voor jong en oud voldoende vitamine D in te nemen via een voedingssupplement. Bij voorkeur een supplement waarbij vitamine D is opgelost in olie.